heb het gevoel dat ik iemand moet uitnodigen voor het podium die veel langer mee wil zingen. Ja, dat zijn dan voor een paar instrumenten. En een hele goede avond dit ondertussen, nog allemaal. Het is maandag 5 uur, dan gaan we natuurlijk weer iemand boeien hier op Concentrate Bold. Mijn gast van vandaag deed mee aan Idols, ze deed mee aan de beste zangers van Nederland en is op haar YouTube kanaal bekend van alle muziek die zij covert. Dan heb ik het natuurlijk over Davina Michel. Als het goed is, is het hier. Tijd geleden. Even oefenen. Hey! Ja. Hele goede. Wacht, rechts. Deze moet ik hebben. Jij wordt vanaf nu geboeid, of jij bent nu geboeid. Oké. En dat betekent, wacht even voordat ik het allemaal vergeet, dat ik jou deze moet geven. Ik ga me zo meteen voorstellen, heel netjes. Oké. Maar anders horen de mensen je niet. Oké. Het betekent dus dat je in boeiend zit, maar dat betekent ook dat je de hele dag aan mij vastzit. Want ja, ik snap dat je misschien aan anderen liever vast had gezeten. maar ik ga nu de hele dag met jou mee. Okay. Ik heb deze bij me. Okay. We kunnen zo meteen voor een surprise gaan. En we hebben een time-out. Dat betekent dat je even los mag. Oké, okay. Ja? Daar ga ik voor opnemen. Oké, ik zal mezelf nu voorstellen. Hi. Hi, ik ben JJ. Hi, ik ben Michelle. Ben jij Michelle? Of is Davina. Dan, is dat Davina Michelle, is dan je artiestennaam? Ja, of hoe moet zeg ik maar. Zien? Ja, ik heet eigenlijk Michelle Davina. Ja? Maar om een beetje interessant te doen, heb ik het zeg maar omgedraaid naar Davina Michelle. Oké, wat gaan we doen vandaag? Ik ga jou even een rondje laten lopen door de studio. Even ja. Kijken, ga ik je alles laten zien hier, hoe ja. Het allemaal gaat. Even, tenminste, ik ga een cover filmen. Mm-hmm. En dat ga ik je ook gewoon laten zien. En daarna hebben we vanavond het Festival Rotterdam. En daar ben je ook te gast. Oké, festival. Dat is altijd iets waar ik altijd heel vrolijk van word. Ja, nee, maar ik vind het heel moeilijk om voor veel mensen te staan. 6 hours later. Oké, laat maar. De studio. Dit is de studio. Ja. Ja. Nou, ik zeg laten we even een rondje lopen dan. Want ik zie hier foto's, dat zullen ze zijn. Ja, dit zijn de foto's van de eerste clubtour. Dus ja, het is allemaal schattig en leuk. Dit was dus de eerste echte serieuze clubtour. Ja. En jij kwam vanaf YouTube. Ja. Toch? Daar ja. Is het allemaal echt ja. Begonnen. En toen stond je ineens hier voor echt dat veel was, mensen. Hoe ja, is dat? Want dat je gaat van cijfers naar echte mensen. Ja, je gaat echt van inderdaad een lens waar je in performt, zeg maar. Ja. Naar opeens shows geven voor heel veel mensen. Met een hele band. En dat was voor mij ook echt wennen om inderdaad met band heel erg begeleid te worden. Mm-hmm. En dat was vooral de eerste clubtour, dat was net, dit was december vorig jaar, dus dat was net na het Beste Zangersverhaal. Wow, dat is ook gewoon 8 maanden geleden of zo. Ja, het is echt, maar ik verbaas me ook echt, ik denk van er is zoveel gebeurd, zeg maar. Maar dit was voor mij echt een doorbraak. Ik dacht van oké, dit wil ik doen. Ja. In plaats van, ja, ook wel de covers blijven natuurlijk doen, zeg maar. Maar dit is wel, dit vind ik 100 keer vetter. Leuk, ik heb er zin in. Met deze? Ja. Oké, dit is dan een van de studioruimtes. Ik noem dit een beetje de master bedroom. Ja, dit is waar de magic happens. Ja, dit is waar eigenlijk waar we altijd alle covers in zingen. Dus niet waar de originals zeg maar gemaakt dus worden. Dus maar alle views die we hebben gezien op YouTube, die worden hier in principe ingezongen. Ja, en als je dan de video ziet eigenlijk op YouTube zelf, mm-hmm. Dat is eigenlijk... Nou, geplaybacked wil ik niet zeggen, want ik zing wel altijd mee, maar dat is eigenlijk alleen maar gefilmd over de audio. Ja, geplaybacked. Er is hier nog een boek. Ja, er zit hier... Zeg maar een klein hokje. Ja. Een hokje, een hokje. Kijk, de deur kleurt er al uit, zie je? Ja. De handvat. Maar dat hier zing ik dan zeg maar in. Dit wordt altijd echt gigantisch heet, omdat de zon erop staat. Dan ga je eigenlijk in principe zo door en dan zijn dit allemaal kleinere studioruimtes. Jeetje, ik vind dit echt leuk. Hallo? Jongens, even een beetje professioneel, even storen. Die muziek uit. Ik begin hier JJ, hi. JJ, prettig kennis te maken. Part of the team. Ja. Klopt. Holy shit, wat hebben jullie goed voor elkaar hier, zeg. Hier worden in principe eigenlijk de originals, de singles gemaakt. Hier Sky wordt ook gemaakt, geproduceerd, ingezongen. Better Now ook. Eigenlijk allemaal hier gemaakt. En hier komen we tot rust met z'n allen. Nee, hier wordt hard gewerkt. Dus het kan in huis, kan je het inzingen, inspelen, mixen, masteren, video maken als het moet. Ja. Alles hier in dit gebouw. Slapen op mijn bank. Ja. Slapen. Ja. Daar pas ik wel op. Ik weet niet of jullie daar op passen, maar ik pas daar op. Mag ik dan nu de YouTube ruimte zien? Graag, ja. Follow. Ja. Zien jullie zo. Ja, jongens. Tot zo. Oké, dus nu gaan we eigenlijk naar
ja, de Limbo-wand. Hier filmen we alle covers. Ja, Limbo-wand. Leg eens uit, wat is een Limbo-wand? Het is een, ja, nu vraag je echt, ik heb hier ook niet heel veel verstand van hoor, maar het is een hele witte wand. Het is ook naadloos, dus je ziet geen shit, diepte in video's. Ja, dus je wordt helemaal vaag. Je moet ook echt even doorlopen naar het einde. Ja, nee, ja, je moet doorlopen naar het einde. Ja. Eerst is geen eind, lijkt net. Oh ja. Je ziet het helemaal dat je bijna mijn bek. Wow. Jeetje, wat wijs. Ja, ja. Ik blijf maar zeggen dat ik het heel tof vind, maar dat betekent ook dat ik jou van je werk afhoud. Ja, we gaan een koffertje filmen. Jij gaat een kofferopname doen? Hoe moet ik dat voor me zien? Ga je dan nu nog schrijven in je hoekje? Of? Nee, het is een koffer, dus ik hoef in principe niks te schrijven. Oké. Okay. We gaan een koffer doen. Het is natuurlijk een koffer, Jay. Ja, hallo, ja. Niet schrijven. Ik zag je zo kijken. Jij domme randebiel, het is een koffer. Maar je hield je in. Ik ben zo beleefd. Dat vind ik lief van je, maar oké. Okay. We gaan Leier doen van Camila Cabello. Die heb ik al ingezongen, boven. Ja. Die is al helemaal getuned en gemixt en gemasterd en gedaan. Dus die is al helemaal bewerkt. Wow. En dan ga ik hier straks zitten en dan gaan we die filmen. Oké, okay, top. Mag ik dan een time-out daarbij? Perfect, dankjewel. Zo save je mij ook. Kijk. Dan heb jij bij deze de time-out, dan mag je hem afdoen. Dan gaat hij op 3, 2, 1 en hij is af. Nou, dat is toevallig. Nice. Hoe is, nou ja, hoe kan dat It's nou? Magic. Ja, It's zie je? Miracle. Ik moet mijn eigen magic show beginnen. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care if it's been too long. It's kind of like we didn't have the way back. Kan ze wel, hoor. Het is wel heel raar om erbij te zijn ineens. Had je dit verwacht? Ik niet, hoor. It's too less hard. Raar. Ik kijk dus wel eens wat van haar YouTube-video's, omdat ik echt alles op YouTube kijk en alles interessant vind. En natuurlijk ook wel wat doe in de muziek. Iets zo simpel, maar zo effectief. Ja, fantastisch gezongen. Oké, dat zit ik maar weer. Dit was wel weer lang genoeg. Het was weer mooi geweest. Ja. Het duurt te lang. Ik hoor jou er bovenuit zingen. Ja. En dat is veel mooier nog, vind ik. Vind je? Ja. Oh. Nee, ik meen het serieus. Ik vond het echt goed klinken, voor zover ik daar verstand van heb. Dankjewel. Je zit er weer vast. Ik vind het hartstikke gezellig. Ik wil nog 20 covers zien als het kan, maar we moeten naar het festival toe. Ja. Zullen we die kant op gaan? Ja, let's go. Oké, team verzamelen en go. Ik ga voor. Ik sleur weer mee. Ja. Ga naar het festival. Ja. Ik heb niet gewassen mijn auto, maar ik denk dat jij moet rijden. Dit wordt bloed aan de muur. Jij gaat dan eerst en dan ga je er overheen klimmen. Gaat ie? Met je vieze voeten op de bekleding? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er zijn wel viezere dingen in deze auto gebeurd. Ik wil het echt niet weten. Oké, even de stoel een jaar naar achter. Oké. En rem is links, hè? Ja. Is hij verzekerd? Ja, hij is wel verzekerd. En hoe is het dan om met supersterren te werken als een Marco Borsato en een Armin van Buuren? Nou ja, ik zie dat niet echt zo, zeg maar. Nee. Als superster. Het is ontzettend gaaf, juist. Het is heel leuk, het is een enorme eer. Want dat merkte ik heel erg bij inderdaad Armin en Marco. En dat is zo'n bak met ervaring. Zou je ooit met een rapper samenwerken? Zeker. Ik vind dat super vet. Ik denk dat het een hele vette combo zou kunnen zijn. En wie dan? Ik vind het heel vet om bijvoorbeeld met Snelle iets te gaan doen. Ja. Ik vind zijn tekst gewoon echt heel goed ook. Mm-hmm. Ja, ik vind Busy gewoon heel vet. Ik heb heel veel respect voor hem. En ja, ik weet niet, er zijn gewoon heel veel die ik heel tof vind. Maar laten we even de droom, stip op de horizon, is Amerika doorbreken met grote artiesten werken? Ik weet niet of dat de droom is. Weet je wat ik heb? Ik heb niet zoiets van, ik wil keihard heel mijn leven lang nummer 1 staan, nieuwe Taylor Swift, dat hoeft voor mij echt niet, zeg maar. Daar zit ik ook echt niet op te wachten. Wel leuk zijn. Nou, nee, ja, nee, eigenlijk niet. Ik heb meer zelfs iets van, ik zou gewoon een super stabiele, gerespecteerde carrière in de muziek willen hebben, waarmee ik lekker gewoon de muziek kan maken die ik zelf wil. Mm-hmm. Genoeg streams en genoeg radio airplay gewoon om een soort van een goed inkomen dat je echt gewoon 24/7 mee bezig kan houden. En gewoon lekker kunnen doen wat ik zelf wil, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar hoe zou je dat nu voor al die jongeren die kijken,
die zeggen, hey, ik wil hetzelfde. Wat geef je hun voor advies dan? Gewoon doen. Ja? Ik krijg zoveel berichtjes en DM'tjes van mensen die dan zeggen van... Ja, ik denk wel dat ik kan zingen of ik hoop dat ik kan zingen, maar ik durf het niet te posten. Dus heb jij tips voor dat ik het niet durf om te posten? Dan denk ik, post het gewoon. Ja. Ik bedoel, ik kan hier... Ballen tonen. Ja, ik deed beste zangers mee en het duurt te lang brak door. En er was aan mij niet de vraag, hey, durf je het om bij Pink in het voorprogramma te staan? Nee. Durf je dat wel? Het was gewoon... Hoe was dat? Ja, echt fucking heftig. Hoe is Pink? Ja, vet. Hij is gewoon super humble. Hij is gewoon heel chill. Ik was net klaar met mijn optreden. Toen zei die guy van, oké, blijf hier even wachten. Je mag nu naar haar toe. En ik... Dus ik liep zo achter die man aan. En toen kwam ze inderdaad zo... Hey, wat? Zo naar me toe lopen. En toen dacht ik van, oh my god, ze herkent me. Maar ik heb ook wel eens iets van... kan er natuurlijk ook zeg maar ingefluisterd zijn. Dat is wel vet. En toen had ik eigenlijk... Ik denk dat zij wel weet wie in de voorprogramma staat, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar ze heeft natuurlijk op elke show een ander voorprogramma. Dus... Ja. Maar ik had meer gewoon zoiets van, toen ik met haar sprak... Zoiets van, hoe kan ik haar, zonder als echt een van de fangirl over te komen... Hoe kan ik haar echt laten blijken dat ik haar echt dankbaar ben, zeg maar. Mm-hmm. Dan hebben we nu de allerbelangrijkste vraag. Oh nee. Als je over de fucking Playboy begint, jongen, haal ik je uit. Ik wou totaal niet over de Playboy beginnen. Maar nu je het zegt, denk ik niet. Ze hebben je best genaaid in dat Playboy ding, hè? Ja, ik vond het wel kut, ja, zeg maar. Jij gaat niet in de Playboy. Nou, voorlopig nog niet, nee. Nee, toch? Ja, maar dat is gewoon een media dingetje. Die mensen die horen iets en die verdraaien het zo en dan maken ze er een leuke klik bij de titel van. Ja, dus laten we dat één ding zeggen. De eerstkomende 20 jaar... Ga ik niet in de Playboy. Ga jij niet in de Playboy. Alarm. Oké. Okay. Wacht, rustig. Pas op. Ik ga eten. Wacht. Je breekt mijn pols, gek. Ja, niet zo. Oh. Stoere jongen. Kan wel, toch? Ik wil niet. Oké, ik ben er. Ben je nog zenuwachtig voor dit soort optredens? Ik denk niet dat zenuwachtig het goede woord is, maar ik heb wel de kriebels. Ja, je bent gespannen. Ja, ik ben wel gefocust. Maar zullen we wel even... Mag ik een time-out? Ben ik lief geweest vandaag? Het moet niet kinky worden, zeg maar. Nee. Ben ik aardig geweest vandaag? Ja, je bent aardig geweest. Mag ik een time-out? Ja, je mag een time-out. 3, 2, 1. En ze zijn af. En ik match, hè? Want normaal mag dat niet. Oh. Neem de time-out kaart mee. Ja. Ga line checken, dan gaan wij even op het podium kijken. Vast op. Hoe dat voelt. Oké, is goed. Ja? Deal. Ga je even zwaaien naar de mensen? Ja. Fijn, veel mensen. Hallo. Alles goed, vriend? Alles goed? Ja? Hé, mijn vader staat er ook. Kijk, mijn vader daar. Staat in het publiek. Kale kop. Mijn vader. Het is leuk dat hij even komt kijken bij David en Michel. Pa, ik wist helemaal niet dat jij fan was. Wat leuk. Hallo allemaal. Voor wie komen jullie? Voor mij, hè? Jullie wisten dat ik hier zou zijn natuurlijk. Voor wie komen jullie? Ik weet niet wie dat is. Nee. Oh, ik moet het podium af. Met de zangers van Nederland was haar definitieve doorbraak. Mag ik een geweldig ovatie applaus voor Johanna Audi, de enige echte Davina Michelle! Een hele fijne avond.
God, ik ben aan het zweten. Ja, ruik je wel. Oh ja, ik ruik een beetje. Wacht even, moet deze wel deze? Ja, sorry. Ja, ik weet het. Het is snel, maar het blijft wel boeiend. Het blijft wel spannend, ja. Ik dacht nog heel even, misschien hoe ik op het einde naar je toe lopen. Maar dat leek me wat gevaarlijk. Ja. Ik moet eerlijk met je zijn. In het begin leek het heel stil. En ik denk, nou, ik weet niet hoeveel mensen er komen kijken. Het is, het is kwart voor zes of kwart over zes, ik weet het niet meer. Ja. Maar het staat vol. Nee, ja, echt heel heftig of zo. Je merkt vooral dat aan het begin moeten mensen er heel erg inkomen en wakker worden en doen. En aan het einde, als Skyward komt, als Bernau komt, en gewoon helemaal als de rocker een beetje ingaat, zeg maar. Dat mensen gewoon helemaal losgaan. Ja, het is echt fucking vet. Oké, ik laat je even je water drinken en dan gaan we lekker wat eten. Rustig gaan. Volgens mij een interview met de plaatselijke radio hier. Oké. Okay. En dan gaan we eten. Oh, nou, dat is ik heb een paard op. Nooit. Nee. Kreng, hoe durf je? Ja. Hoi, ik ben geboeid. Dus ja. Ik heb een aanhanger. Ja, we zijn live en bij ons niemand minder dan JJ Boske en Davide Michelle. Hallo. Goedenavond. Hey. Net van het podium. Yes. Hoe was het? Ja, super vet. Het was echt heel leuk. De zon stond er lekker op, zeg maar. Dus ik was helemaal goed in humeur. Hey, even heel wat anders. Jullie zijn geboeid. Dat kan de radio luisteraar niet zien, maar ik denk dat het toch even te bellen. Mensen denken ook, wat doet JJ Boske daar? Ja, we zijn een programma aan het maken van Come Straight Bolt. En daarin mag ik een hele dag op stap met een ster en mag ik hun leven leiden. En vandaag ben ik met Michelle mee. Yes. Het is een van de betere en leukere afleveringen. Lange dag. Ja, dat zeg ik alleen maar omdat dit allemaal live is hoor. Davine, Michelle, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Ja. En een fijne avond. Ja, is gelijk, jongens. Laten we nog één keer proosten, sluit ik hem af. Want je hebt honger en ik heb ook honger. Ik lust wel wat, ja. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Come Straight Bolt. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken, dat hoor ik namelijk ook te zeggen. Laat even in de comments weten wie jullie nog meer willen zien in die boeien. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Ciao!